Yo boys en girls, welkom bij deze nieuwe unboxing. Ik heb vandaag iets binnengekregen, want ik heb een giveaway gewonnen van een YouTuber en een Leadshot. Heel nice guy, by the way. Ook, dus ja, dat ding, dat pakketje dat ik heb, hetgeen dat ik heb gewonnen was een code. En hetgeen dat ik ermee heb gekocht, is nu binnengekomen. Dat is namelijk dit pakketje. Je ziet hem, mijn schouder zit niet meer in die band dat komt, omdat mijn schouder al veel beter voor de kijk. Ik kan er nu heel veel mee bewegen. Dat betekent nog niet dat hij volledig opgelost, volledig hersteld is. Ik ben nog altijd aan het revalideren, nog wat oefeningen doen. Ik ben nu bezig met de soepelheid. En na de soepelheid komt de kracht. Ook de reden dat ik mijn headset aan heb, is misschien hoor je het. Ik wou toch liever wat betere microfoonkwaliteit. Dat jullie mijn stem wat beter konden horen. En ook, ja, dat niet per se beter, maar gewoon dat de kwaliteit gewoon beter was. Want de kwaliteit van de microfoon van je gsm gaat nooit beter zijn dan een FTV microfoon van je headset. Dus ja, wat dus blijkt is dat ik dus nooit de recording heb gestart. Dus het is wel audio van mijn gsm. Gelukkig is die nog deftig. Maar ja, ik heb dus de hele tijd met mijn headset aangestaan voor niks. Dus dat was echt... Dus we gaan even dit pakketje openen. Ik ga dit even camera view switchen. En dat gaat niet. Oké, dat is niet handig. Dus hoe gaan we dat doen? Eerst het pakketje is al opgeschud, want ik heb altijd een heel nieuwsgierige familie. Dus wat dat erin is gekomen, is ik ga het gewoon zo tonen. Was dat alles? Ja, oké, nou een formuliertje van hoe ik het moet gebruiken, maar dat maakt het zich niet uit. Zijn Control Freaks. Ik heb dus van EliteShot Control Freaks gewonnen, wat dat heel nice is. Dat was een code van 25 euro. Dus ik heb er ook gewoon direct tension rings bij gekregen. Ik hoop dat ze op mijn controller werken, want... Ja... Ik heb een scuf met de scuf sticks. Maar even maken dat ik hem niet laat vallen. En ze ziet ook, deze is een beetje kapot, want ik heb al veel te veel gegamed. Dus heel die rubber is daar vanaf, dus ik denk niet dat ze op die stick gaan passen. Op die stick weet ik niet, want die is ook zo een beetje, als je kunt zien, kapot gaan, maar dat zullen we wel zien. Dus ik ga deze gsm ergens opstellen. En dan gaan wij samen deze dingen openen. Misschien een lege waterfles gaat het sowieso niet kunnen doen. Als ik hem nu gewoon tegen mijn tv zet. En ik zet er gewoon een controller voor de zekerheid dat hij niet valt. Oké, dus we hebben dit. Eens kijken. Is er een makkelijke manier zonder heel de package open te scheuren? Ik denk van niet. Ook, ik heb van... Ja, oké. Okay. Ik heb van Andy de juiste versie van Windows Movie Maker gekregen. Want blijkbaar had ik een heel verkeerde versie waar je echt helemaal niks kon in doen. Dus het kan zijn dat deze video is gemaakt met Windows Movie Maker. Zo ja, dan zul je zien dat deze video voor de eerste in mijn carrière van video's in 1080p is geüpload. Hoe is het vastgemaakt? Nee, het is niet makkelijk om op te krijgen al sinds. Ah, kijk, voilà. Hier nog een beetje open doen. Right. Oké, dus ze komen in zo'n plasticje. De achterkant eraf halen. Close-up, als hij erop kan focussen. Is het te dicht? Ik denk dat het dicht is. Ja, ik denk dat het te dicht is, maar... Je kunt ze wel zien. Zijn de rode, de naam is Inferno. Er waren ook nog andere die mij eerder waren gerecommend, maar die vond ik niet zo schoon. Dus ik heb deze gewoon genomen. Ze hebben een kleine height boost. Dus we gaan even... Oh, mijn controller kun je uiteraard net niet zien. Dan ga ik hier eerst... Wacht, of kan ik hem van lager? Nee, ik ga iets nemen voor de onder te leggen. Een hele stapel boeken. Ups. Voilà. Dan kun je het wel zien en dan gaan we eens proberen om onze erop te raken. Dus mijn klikmechanisme. Als ik ze tenminste uit plastic krijg. Voilà. Als ik het zie, dit werkt mijn klikmechanisme. Ik zal de Late Night Control Freak ook in de beschrijving zetten. Want ik ga hem toch een beetje meer naar boven kantelen, want anders zie je mijn gezicht bijna niet. Oké, dan gaan we eens proberen of dat die... erover raken. Ik ga proberen. Wacht hè. We zien, want dit is een hele zachte. Ik ga eens kijken omdat er iets meer van info of hulp staat. Place the firm thumb on top of your standard controller thumbstick. Press and twist slightly to ensure full contact. Oké, dus.
zo duwen. Zitten er hier over, ja. Maar die zijn eigenlijk gemaakt voor de standaard controller. En het probleem is, ik heb niet standaard, de standaard thumbsticks. Maar ik heb scuf thumbsticks. Dus, dat gaat niet op deze controller gaan, denk ik. Omdat dat is een heel zacht oppervlak. Ja, en hier gaat dat niet op vastraken. Oké, maar ik zal het showcase op de... Oké, dus deze zijn de dit is de gewone controller. Hier gaat dat gewoon op. Duwen. Even nakijken. Ja, kijk. Nu zie je het wel. Het zet er gewoon op. De andere. Dus ja. Voor... ik zal ze jammer nog niet kunnen gebruiken. Want ja, ik had ook toen ik die controller kocht, had ik nooit gedacht dat ik mijn Control Freak zou spelen. Dus kijk, wat dat dus doet is, je hebt dan meer hoogte, waardoor dat je veel preciezer kunt werken. Omdat, doordat er hoger is, moet je voor dezelfde afstand te bewegen, in graden, moet je een langere afstand afleggen, waardoor dat, je dus eigenlijk preciezer kunt zijn. Wat dat heel nice is, en dan heb ik nog het tweede. Dat zijn de tension rings, die zorgen ervoor dat dus... als je naar de buitenkant gaat, dus als je dit doet, dat je hoe verder je gaat, hoe harder je moet duwen. En dat zorgt ook een beetje voor wat meer precisie. En anders ja, als je maar een code gebruikt, ook voor enkel sticks, dat was ook een beetje zonde. Dus deze gaan ook zo open, denk ik. Right, oké. Dan heb je dus de zwarte en de paarse. Ik ga er de zwarte over doen. Die kan ik wel doen op mijn origineel, dus die ga ik daar wel opzetten. Oké, dus wat je dan doet is, ik denk dat je die gewoon... dus dit is een harde en die paarse zijn zachter, dat is het verschil. Ik denk dat je die daar gewoon zo rondtrekt. Denk het toch? Ik weet niet, het staat er niet bij. Improves your game experience. Dat staat er wel niet bij, hoe dat ik ze er nu, hoe dat precies moet hangen. Want het is gelijk niet gelijk, al waarschijnlijk omdat die rubber er van onder niet overal evenveel af is. Maar kijk, wat dat dus doet is, als je vooruit gaat, als je dus opzij gaat, moet je harder duwen voor aan de volledige extent van de stik te gaan. En dan kunnen uw sensitivity ook een beetje verhogen, want ik denk niet dat je even ver kunt. Ik denk dat je net iets minder ver kunt, wat dat normaal is, want er zit wat stof tussen. Dus ik ga eens kijken of ik hem aan de andere control stick kan hangen. Ik hoor dat ze compatible zijn naar de PlayStation 5 controllers. Die ringen sowieso, want ja, een stick blijft een stick. Maar ik hoop dat die ook op de PlayStation 5 gaan. Ik heb hem er al gevraagd. Ik heb er nog geen confirmatie van gehad. Maar dat zullen we dus zien. Zo, er rond. Die rubber er van onderaan. Want die... Hups. Nu zitten er mooi onder, denk ik. Ja, dus kijk wat je dus moet doen is. Hier, en hoe verder dat je gaat, hoe meer tegendruk dat je krijgt. Waardoor je ook net iets accurater kunt zijn. Maar
Dat zou denk ik wel handiger zijn in combinatie met deze sticks. Er nog eens op, maar die passen jammer genoeg niet. Ik zou eigenlijk eens in mijn scuff doosje kunnen zoeken, omdat er nog andere sticks bij zitten, maar dat twijfel ik. Ik dacht dat er hier niks meer in zat. Ik ga eens kijken. Nee. Wel de tool om ze eruit te halen, maar dus niet de stick. Oké. Niet aan te doen dan. Dan ga ik dus moeten wachten tot de PlayStation 5, want ik wil graag wel met mijn scuff controller blijven spelen. Op Call of Duty. En andere games. Dus ik kan wel al met de Tension Ring spelen. Maar een review, full review van hoe dan de controle spelen. Ook dit zijn dingen dat je moet aan wennen, net gelijk een scuff controller. Gelukkig wen ik daar persoonlijk aan de scuff controller, ben ik heel snel gewend geraakt. En mijn hallo. Oké, ja, mijn headset was even uitgevallen, omdat er geen audio doorgestuurd wordt. Wacht, dus ik ga die... Voilà, daar loopt er een beetje audio door. Oké, ik had eigenlijk wel muziek kunnen aanleiden, maar oké, maakt niet uit. Wat was ik aan het zijn? Ook control freaks, maar dat dat hoger is, moet je daar ook een beetje aan wennen. Omdat dat, ja... Moet wel zijn. Dat je wel verschil voelt. Hier zit zo in één keer naar buiten en hier voelde wel dat je wel terug wat extra moet geven. Dus dat zijn dingen dat je aan moet wennen, dus niet na één game als je deze dingen koopt. Niet na één game zijn van, dat werkt niet, ik speel slechter. Je moet eraan wennen, dus vandaar. Maar oké, dat was het eigenlijk. Er zijn dus twee ringen, medium en hard. Dus in principe zou je op die medium kunnen zetten, maar dat wil ik niet, want ik vind dat paars niet zo schoon is. Maar je moet wel twee verschillende kleuren doen, anders weet je niet wat dat was. Oké, dat is dus leuk om te weten. Ik kan die... Ja, ik ga die wel ergens leggen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Vergeet niet te liken en subscriben. En dan zie ik jullie hopelijk in de volgende video of stream terug. Peace! Oké, nou even random toevoegen aan het einde. Ik ben eigenlijk al een heel stuk later dan dat ik het vorige deel had opgenomen, omdat ik heel druk was. Dus ook met dat ik merk ook in school dat het weer een heel druk jaar gaat worden. We krijgen heel veel opdrachten. Dus ja, het zal waarschijnlijk voor in verband met YouTube vooral gewoon streams zijn, omdat het gaat gewoon zijn dat je veel minder tijd dan een YouTube video maken. En je kunt het eigenlijk doen wanneer je wilt. Video's opnemen ook, maar... het is ook gewoon veel langer in de tijd dat je hebt veel meer content in de tijd dat je erin steekt. Gaan we de rest nog voor een update van de Control Freaks. Ik heb dus de, ik denk dat de mid was, want ze hebben heel low. Tension ring gebruik ik. Het enige is wel, maar dat ik scuff, ja, je kunt zien dat zijn niet originele sticks, maar dat zijn scuff sticks, die zijn iets hoger. Waardoor dat de tension ring eigenlijk niet helemaal correct zit, want als hij hier rond zit, maar dat ik hem net kan vasthouden, dan zit hij verbergt eigenlijk volledig ja, de stick dat je kunt zien, dus dat is het dunne cilinderdeeltje dat naar boven gaat. En bij mij, ja, bij die scuffs zijn die net iets langer, maar ik ben eraan aan het wennen, het duurt wel even, want het is een heel grote aanpassing eigenlijk. Niet direct van wat dat is, maar gewoon voor je hoofd. Omdat je echt, hoe verder je naar buiten gaat, hoe harder je moet trekken. En je bent dat helemaal niet gewoon, want je speelt al jaren met gewone controller. Dus dat is, je moet even tijd geven om eraan te wennen. Je gaat in het begin waarschijnlijk wat schever zijn en zo. Of heel moeilijk aan de buitenkant raken. Of heel snel kunnen draaien, maar dan moet je eigenlijk dus gewoon je sensitivity hoger zetten. Dat is de bedoeling, dat je sensitivity hoger kunt zetten. En alsnog even accuraat kunt zijn. Omdat je meer kracht moet hebben. En je moet toevoegen om sneller te kunnen draaien, waardoor je veel kleinere adjustments kunt maken, omdat je met dezelfde kracht een kleinere hoek kunt maken. Dus ik denk dat dat alles was. Alleen de Control Freak sticks zelf, dus dat zijn dan deze. Die kan ik pas testen als ik de... die ga ik pas effectief testen als ik de PlayStation 5 heb, want dan kan ik
alles doen. Dan kan ik direct de Tension Rings en de Control Freaks erbij steken. Want ik vind het zonde om nu een hele tijd te spelen en te wennen aan beide op een gewone controller terwijl ik een scuff heb liggen. Dus vandaar. Dus ik ga er misschien later nog iets over horen. En dus voor de rest gaan het streams zijn, omdat dat veel handiger uitkomt voor mij. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Het is ook de reden dat ik die hierin zeg, omdat ik weet dat veel meer mensen deze video's bekijken en ook langer bekijken. Dus als je tijd hebt, er komen notificaties wanneer ik online ben, maar je altijd welkom in een stream, want tot nu toe is het een beetje stil. Maar nee, hopelijk zie ik jullie daar en dan zie ik jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en subscriben. And post notifications. Peace. Until you find your way back home.